Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 21 maart van Weerplaza. Een hoge drukgebied boven het zuiden van Scandinavië bepaalt voorlopig het weer in onze omgeving. Dat levert een stabiele weersituatie op. Er is een droge periode aangebroken. Vanochtend schijnt de zon volop. Het ziet er prachtig uit. Vanmiddag zien we ook wel een paar stapelwolken vanuit het oosten voorbij schuiven. De temperatuur stijgt naar 8 graden in het noorden van het land tot 10 in het zuiden. Maar de wind maakt het voor het gevoel kouder. Die is vrij krachtig langs de kust, windkracht 5 of 6. Vanavond is het vrij helder. De temperatuur ligt tussen de 2 en de 4 graden. De wind waait stevig door. Morgen begint koud met op sommige plaatsen een graadje vorst. 'S Middags wordt het opnieuw maximaal 10 graden. Het is de hele zondag zonnig, maar de wind die maakt het dus opnieuw vrij koud. Ook morgen staat er een vrij krachtig wind vanuit het oosten. Begin volgende week ook volop zonneschijn. Minder wind vanuit het zuidoosten, daardoor voelt het allemaal prettiger aan. Maar de nachten en ochtenden verlopen koud met lichte vorst. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza en ik wens u een fijne dag.